nadoen. Wou nadoen, hij gaat hem de loef afsteken. Ja, copy-paste, over copy-paste. Nee, trouwens, hey, meneer. Heb jij ook een zoon die Engelbert heet, of niet? Gaan we nu? Kom binnen. Ja hoor. Ik zet hem even in het midden, want... heeft zij een zoon die Engelbert heet? Nee, maar ken je haar dan? Ja, natuurlijk ken ik haar wel. Maar daar ga ik jou niks over vertellen, want misschien ken ik haar ook en dan hebben we een probleem. Maar, nee, maar ik zet de microfoon in het midden voor onze Wilbert, want die gaat nou echt het hoogtepunt van de middag bezorgen. Aan jullie allemaal, muzikaal hoogtepunt. En Wilbert, die komt trouwens hier niet heel ver vandaan, maar best wel een eindje als je het moet lopen, maar met de fiets gaat wel. Hij komt, staat op zijn paspoort, hij is geboren in Bakel en Melhezen. Ik weet niet wat er bij Wilbert op het geboortekaart staat trouwens, maar dat staat wel op zijn geboortekaart. Hij is geboren in Bakel en Melhezen. Dus dat moet een gruwelijk ingewikkelde bevalling geweest zijn. Dat is een zware bevalling geweest, dat kunnen we wel zeggen. Maar... Het is heel ergens anders, man. Dat is hier niet in de buurt. Nou, vanuit Breda gezien ben je behoorlijk in de buurt. Jij bent in de war met Blavel en Melhezen. Bakel en Melhezen, maar die bevalling bleek niet zo ingewikkeld te zijn, want er is gewoon één gemeente. Hè. Bakel en Melhezen, dat valt gewoon onder dezelfde burgemeester, zou ik zeggen. Kijk, die Jan Smulders, die had hier ook, die was burgemeester van de Beerzen, en de Westerbeerzen, Middelbeerzen en Vessem. Dus je hebt wel meerdere dorpen die in één gemeente vallen, zou ik zeggen. Maar Bakel hoort niet bij de zaligheden, nee, zoals Bladel, Duizel, Eersel en Braaksel. En dat Wintelree daar dan wel weer bij hoort, dat vond ik ingewikkeld, maar dat is weer een ander verhaal. Daar gaan we het nou niet over hebben. Dames en heren, ik vraag jullie bijzondere aandacht voor de accordeonkunsten van Wilbert van Dijnhoven! Ja, dat valt dan weer ontzettend tegen, moet ik zeggen. En Wilbert die gaat hier een muzikaal hoogtepunt verzorgen. En die doet daar eigenlijk het beste als die met een ovationeel applaus ontvangen wordt. Dus ik vraag even alle handen op elkaar voor Wilbert van Dijnhoven! Ja, ja, thank you.